De voormalige jeugdgevangenis aan de Kralingse Plaslaan in Rotterdam staat te koop. Volgens de verkoopinformatie is op deze plek aan de Kralingse Plas woningbouw mogelijk. Maar omwonenden zien dat anders. Nou, dit is een gebouw dat is mogelijk gemaakt door de heer Willem-Simon Burger. En dat is, heeft als bestemming jeugdwelzijnswerk. Het begon natuurlijk voor de kinderbescherming met de kindersluis. Daarna is het overgegaan naar de Hartelborg als een dependance waar jongens opnieuw de maatschappij in konden tijdens het laatste deel van hun detentie. En daarna is het voor jonge meisjes die werden opgevangen om ze te beschermen tegen de vrouwenhandel. In de nalatenschap van Willem Burger is de maatschappelijke functie heel duidelijk vastgelegd. Wat dat betreft heeft meneer Willem Burger het natuurlijk heel goed gedaan door daar de bestemming op te geven. Jeugdwelzijnswerk, dat is een erfdienstbaarheid die hij erop heeft laten zetten. En de gemeente heeft die aanvaard, dus dat is bindend. Verandering van die bestemming voor dit gebouw lijkt niet eenvoudig. Maar dan moet je toch wel aantonen dat er niks anders meer mee kan dan wonen. Willem Burger heeft niet alleen dit markante gebouw nagelaten. Dit deel van Kralingen is helemaal opgezet rond het stuk grond van Burger. Burger heeft voor Kralingen nagelaten zijn landgoed. En dat liep van de Oude Dijk tot aan de Kralingse Plaslaan. En er is op de speeltuin is daarop gevestigd voor kinderen. Daarna het Libanon Lyceum. En dan hieronder ligt dan de Botanische Tuin. En dan helemaal aan het begin van de Kralingse Plaslaan de jeugdgevangenis. Maar als je dan nog omdraait verder zie je ook nog het Kralingse Bos. En ook de aanleg van het Kralingse Bos is ook betaald door meneer Willem-Simon Burger. In een reactie benadrukt de gemeente Rotterdam de grote vraag aan woningen. De gemeente heeft geen bezwaar tegen het veranderen van de bestemming van maatschappelijk naar wonen. Dat kan pas als alle procedures zijn gevolgd. Dick Sikkeleris houdt vast aan de maatschappelijke functie van het gebouw. Ideaal voor jeugdzorg in deze tijd. Het laatste wat je zou moeten doen is capaciteit en faciliteit weg gaan nemen voor de jeugdzorg. Dus dat gebouw dat is voor de jeugdzorg, voor het jeugdwelzijnswerk. En daar komt echt wel een goede bestemming voor.